De brandweer is voor diverse posten in de regio op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Zo ook de post in Hank, welke een open dag hield waar geïnteresseerden vrijblijvend binnen konden lopen. Teus Daggelders is al ruim 17 jaar vrijwilliger en vertelt wat erbij komt kijken. Het is leuk om mensen te kennen redden of te helpen. Ja, daar doe je het voor, hè? Ja, en de zoektocht naar vrijwilligers die loopt al een tijdje. Er zijn ook wat promotievideo's door de veiligheidsregio voor gemaakt. Maar wat is er zo specifiek aan de post Hank? Ja, van alles wat, zeg maar. Snelweg, redden van dieren, oppervlakteredding. Dus ja, best een uitdaging. Zeker. Ja, er moeten een hoop collega's bij, begrijp ik. Ja, we zijn altijd op zoek natuurlijk naar vrijwilligers, maar ja, het valt niet mee tegenwoordig voor iemand die overdag thuis is. Dat is het probleem, denk ik. Ja, want waar moet de ideale vrijwilliger aan voldoen? Ja, enthousiast zijn voor het helpen van mensen en dieren en ja, dag en nacht, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Stel dat er iemand zich aanmeldt vandaag bijvoorbeeld, zijn jullie speciaal open gegaan zodat mensen op zoek kunnen gaan naar informatie. Hoe ziet zo'n traject eruit als iemand zich wil aanmelden? Hoe gaat dat? Ja, dat is meer om de teamleider. Ja, met de ploeg ga je daarover beslissen natuurlijk. Ja, gewoon het enthousiasme. Het moet eigenlijk vanuit jezelf komen, hè? Als je iemand gaat zoeken. Maar als je iemand hebt die zeg maar uit zijn eigen komt, is denk ik alweer een voordeel, zeg maar. Je geeft aan, natuurlijk moet iemand in het team passen, maar hoe ziet dat selectieproces er dan uit? Er komt nog een hele opleiding achteraan waarschijnlijk? Daar zit een hele opleiding achteraan, ja, die duurt 2 jaar ongeveer. Ja, niet elke avond natuurlijk, maar je bent er gaat best wat tijd in zitten. En dat is tegenwoordig ook een probleem. Iedereen heeft best veel te doen overdag natuurlijk, en 's avonds. Het is avondcursussen, oefenavonden door de week. En de uitdrukken natuurlijk. Uitdrukken 301, binnenkant, burgemeester van de Lelystraat, nummer 2. Over. Inrichting 301 uit, richting burgemeester van de Lelystraat. Het kan ook graag zijn. Ik denk de andere dag moet gewoon werken, maar ja, dat hoort erbij, hè. Hoeveel tijd gaat erin zitten per week? Ja, nou, daar legt er gewoon mee uitdrukken natuurlijk. Maar elke donderdagavond van 8 tot 10. Dan moet je hier zijn. Het is door de week eens een keer iets doen. Kijk, net als nou met die selectieprocedure ben je ermee bezig. Er gaat best wat tijd in zitten. En dat moet je willen natuurlijk. Ja, als mensen zich willen aanmelden als vrijwilliger, hoe kunnen ze dat doen? Ja, aanmelden bij de teamleider of bij het cluster in Oosterhout. Via e-mail of gewoon spontaan langskomen. Dat mag ook. Iedereen is welkom in de kazerne in Hank, zeg maar. Op donderdagavond van 8 tot 10. Eens komen kijken hoe het werkt en dat je dan er zin in hebt.